De kenniskring heeft gisteren haar eerste lezing voor het jaar gehouden. Het thema was mogelijkheden van cultuurbeleid vanuit de overheid. 12 jaar Haagse wethouderschap, wat kan Suriname daaruit leren? De gastspreker was Rabin Baldoussing, oud-wethouder van de gemeente Den Haag. Volgens Baldoussing heeft de stad Den Haag, net als Suriname, een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen. Dus die culturele diversiteit in een stad als Den Haag is enorm. En wat mij betreft moet dat ook wel de norm zijn. Dus dat betekent gewoon dat die discussies die af en toe in Europa, maar vooral ook in Nederland plaatsvinden, van nou ja, die multiculturaliteit, dat is een zwakte. Dat kan never nooit een zwakte zijn wat mij betreft. Die multiculturaliteit is een gegeven. Voor u is dat vanzelfsprekend in een land als Suriname. Voor ons zal dat inmiddels na 45 jaar aanwezigheid, sterker nog, de Turken vieren dit jaar in 2019 50 jaar aanwezigheid in het Koninkrijk der Nederlanden. Dus dan kunt u nagaan dat het een gegeven is. Baldoussing zei verder dat de wereld groter is dan de eigen achtertuin. Zeker in het opzicht van kunst en cultuur. Hij benadrukt dat het verschil in diversiteit absoluut geen zwakte is. Ook al hebben sommige mensen wel dat idee. Je moet dat erkennen. Je moet dat erkennen met elkaar. Er is een verschil. En dan, als je dat erkent, moet je dus ruimte proberen te bieden. En je moet proberen, je als het ware, je te verplaatsen, zeg maar, in de ander. En dat kan alleen maar als wij met elkaar constateren dat die diversiteit die er is, geen zwakte is, maar een kracht. Het mooie is dat in een land als Canada, die heel nadrukkelijk kiest voor diversiteit, terwijl op dit moment Amerika juist de diversiteit als een probleem ziet, hè, omdat één persoon dat een probleem vindt, Canada, met name Toronto, het devies, hè, de slogan van een stad als Toronto is: als je binnenkomt daar, dan lees je onmiddellijk diversity, our strength. Het is de kracht die daar is. En dat is denk ik wel heel erg bijzonder. En volgens mij is dat absoluut. Aldus Rabin Baldoussing, gastspreker bij de eerste lezing van de kenniskring. Hij sprak over de mogelijkheden van cultuurbeleid vanuit de overheid bekeken. De lezing is gehouden in het Lalaroek gebouw.